Open je oren, dat is een concert, een familieconcert voor kinderen vanaf 8 jaar. En het is eigenlijk een hele leuke, hele intieme manier om kennis te maken met mooie muziek. En met de mensen vooral ook die de muziek maken. Dus via hun krijg je hopelijk ook, dat is de bedoeling, liefde voor muziek. Word je er nieuwsgierig naar. Je krijgt ook eigenlijk een kijkje in de keuken van iemand die voor zijn vak muziek maakt. En het zijn echt hele goede muziekers. Het zijn niet zomaar mensen, maar die echt, het zijn de toppers in hun vak. Ik stel ze allerlei vragen, dus ze vertellen heel veel verhalen die ze anders nooit vertellen. En dan krijg je daarnaast ook nog een soort uniek concert. Het is eigenlijk allemaal bedoeld om kinderen liefde voor muziek bij te brengen. Om een klein zaadje te planten en dat je hoopt dat ze dan misschien zelf in ieder geval naar muziek gaan luisteren. Misschien ook iets in muziek gaan doen. Je bent rapper, wat doe je dan? Als je rapper bent, dan rap je. Dat als je timmerman bent, dan timmer je. Of als je schilder bent, dan schilder je, dan verf je. Of als je stratenmaker bent, dan maak je straten. En ik ben rapper, dus ik verdien mijn geld met woorden en met zinnen. Ik rap. Rapper de pep, klepper de klep. Dat is een rap. Nee, dat is geen rap. Is er een stijl in rappen? Er zijn heel veel verschillende stijlen in rappen. Je hebt freestylen, dat betekent improviseren. Iets wat in je hoofd komt, dat je gelijk zo impulsief mogelijk naar voren brengt. Maar je hebt ook allitereren. Dat is alles doen met een bepaalde letter van het alfabet. Een voorbeeld is donderdag de 13e draaide de dolle dikke dame de draaideur door. Snap je? Dat is alles met een D. Dat is ook een stijl. Dat doen niet heel veel mensen. Maar je hebt ook brag and boast. Een heel kleine Ronnie Flex bijvoorbeeld. Drank en drugs, dat is brag and boast. En brag and boast betekent dan stoer doen. Een beetje pochen, patsergedrag. Oké. Hoe bedenk je de teksten? Nou, je gaat er lekker voor zitten en dan ga je schrijven. Zo bedenk je de teksten. Het is eigenlijk best simpel. Rappen kun je het beste leren door gewoon te doen. Je moet er gewoon echt voor gaan zitten en dan je fantasie in de vrije loop laten gaan. Wat heb je nodig om te rappen en kan het overal? Je hebt heel veel zelfvertrouwen nodig om te rappen. Zelfvertrouwen is heel erg belangrijk. Want op een gegeven moment moet je op een podium staan. Dan moet je het kunnen durven. Dus je moet echt laten zien dat je stoer kan zijn. Maar ook dat je kwetsbaar durft te zijn. Want je stelt jezelf heel erg kwetsbaar op. En je moet een stem hebben. Je moet ergens voor staan. Maar daarnaast denk ik ook dat het heel erg belangrijk is dat je ergens in durft te geloven. Wat dat dan ook is, dan mag je zelf bepalen. Vind je het leuk om in de serie Open Je Oren van het muziekgebouw te zitten? Ja, ik vind het super eervol. Ik vind het heel tof. En ik ben heel erg benieuwd naar wie er allemaal komt kijken. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Ik ga er een speciaal programma voor maken. Kun je voor ons een stukje rappen? Ik heb een tekstje geschreven voor mijn dochter. Ik heb een dochter, ze is 2 jaar. En ik doe even de tekst. Ik ben je sjaal bij een harde bries, je zonnebril die je niet verliest, je navigatie als je kwijt bent. Je bent mijn rust als ik thuis ben. Ik laat je nooit in de steek, ik beloof het, ik wil dat je dat van me weet. Minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, ik ben er nog steeds. Ik zal de sterren zijn als je speest, niet te vroeg, niet te laat. Ik verzorg je droom als je slaapt, ver in de wolken, hoog in de lucht, de wind die je duwt in je rug. Jij bent alle elementen, de zomer, herfst, winter en de lente. De vraag is nu, ben je met me? Maar dan ben je nooit alleen. Met wie zou je wel eens samen willen optreden? Met wie zou ik wel eens samen willen optreden? Het maakt mij niet zoveel uit, zolang het maar leuk is. Maar het lijkt me wel heel tof om een keer op te treden met Jay-Z, Beyoncé en... Kun je ons leren rappen? Als je dat wilt, zeker. Maar dan moet je me wel één ding... ook geven, dat is je zelfvertrouwen. Alleen dan kan ik je leren rappen. Okay. Eigenlijk moet je, als je wil rappen, dan moet je woorden kunnen rijmen. Een heel simpel voorbeeldje is, het slaat helemaal nergens op hoor. Het hoeft in het begin nergens op te slaan. Ik trap tegen de bal en je hoort knal. Buurman zegt, ben je mal? Hé, daar is een paardenstal. Weet je? Ze hoeft nergens op te slaan, maar het is in principe een rap. Box. Oké, gaat het. Oké, bocht, niet echt.
Nou, doei hè. Doei.